Woensdag konden Schiedammers hun stem uitbrengen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Beide verkiezingen vinden één keer in de vier jaar plaats. In Schiedam konden de kiezers hun stem uitbrengen op een van de 33 stembureaus in de stad of op het mobiele stembureau dat in de loop van de dag een aantal delen van de stad aandeed. De kiezers kiezen bij de Provinciale Statenverkiezingen niet alleen voor het provinciebestuur van Zuid-Holland, maar indirect ook voor de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen immers de leden van de Eerste Kamer. Bij de waterschapsverkiezingen wordt het nieuwe bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland gekozen. Dit is het Hoogheemraadschap waar de gemeente Schiedam onder valt. Het waterschap zorgt namens de bewoners voor de waterhuishouding, sterke dijken en voldoende schoon water in een bepaald gebied. De opkomst bij de verkiezing voor de Provinciale Staten is over het algemeen lager dan bij de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Zo was in Schiedam de opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 38,02%. De Schiedammers konden ook kiezen uit een aantal stadgenoten bij beide verkiezingen. Zo hadden het CDA, de SP, GroenLinks, DENK, NIDA en Code Oranje Schiedammers op hun kieslijst te staan. En er viel wat te kiezen voor de kiezer dit jaar. U heeft net uw stem uitgebracht. Was het een moeilijke keuze? Nee, het was geen moeilijke keuze. U bent geen zwevende kiezer? Nee, ik ben absoluut geen zwevende kiezer. Nee. Was het voor de waterschappen nog lastig om de keuze te maken? Ja, het is wel lastig, want die mensen ken je niet. En ja, van de partij ook niet. Maar goed, je doet wat je denkt dat het beste is. Nee, het waren twee simpele keuzes. U bent geen zwevende kiezer? Ik ben geen zwevende kiezer, nee. U heeft ook voor de waterschappen natuurlijk moeten stemmen. Was dat nog een lastige keuze? Nou, dat heb ik even nagekeken in de stemwijzer. En dat was gewoon weer als vanouds eigenlijk. Bent u van plan om te gaan stemmen? Ja, ja. Ik ben van plan. En waarom stemt u eigenlijk? Nou, omdat ik vind dat gewoon een stem, je hebt het stemrecht, maak daar dan ook gebruik van. En weet je wel, je hebt dan het recht om je mening te geven. En ja, dan vind ik ook gewoon dat je daar van gebruik van mag maken. Het is een recht, dus ja, ik doe dat wel. Ja. Ja, en u ook? Ja, elke stem telt. Ik ga ook stemmen, ja. En op wie gaan jullie stemmen en waarom? Ja, ik kom uit een hele andere streek, uit de tuinbouwstreek, uit Westland. En daar is een partij, de CDA, die doet dat heel goed voor de kwekers daar. Daar ben ik ook geboren en getogen. Dus voor mij is dat een heel belangrijk issue, de waterhuishouding voor de kwekers in Westland. Dus dat is voor mij gewoon heel belangrijk. Ik twijfel nog, maar ik zou ergens in het midden gaan stemmen. Dus, ja. Zeker. Ja, absoluut. En waarom gaat u stemmen? Doet u dat al jaren? Of? Ik stem altijd, omdat ik vind dat dat je plicht is. En op welke partij gaat u stemmen of bent u daar nog niet uit? Jawel hoor. Mogen ze weten, SP. En waarom? Omdat die ideeën het dichtst willen liggen bij wat ik wil. Wat ik belangrijk vind. Gelijkheid en zo bijvoorbeeld. Dus dat. Uiteraard. En op wat voor partij en waarom? Ik stem altijd al VVD. Ja, dat vind ik wel een. Die voldoen het meest aan mijn doelstelling. En u? Ja, ik ook. Ja, al jaren. Nee, ik ben niet van plan te gaan spelen. Voor het eerst, jij ook niet, hè? Nee. Voor het eerst dat we niet gaan stemmen, niet nee. Ik zou ten eerste weten wie, en er wordt dan ook beloofd. En er wordt totaal wat er beloofd wordt. Helemaal niet zo gedaan. Ik begrijp best dat als je politicus wat belooft. Maar ik bedoel, dat is met ook dat je geld erbij krijgt, met je pensioenen. Ja, dat gebeurt gewoon niet. Alles wordt duurder. Dus dan denk ik, ja, ik ga het echt niet meer stemmen totdat de politici werkelijk alles maar een 10% waar maakt van waar we dan recht op hebben. Maar ik denk, ja, er wordt zoveel beloofd door Rutte, maar ook door iedereen hoor. Ik vind het echt belachelijk op dat ogenblik. Nee, ik vind dat het voor het eerst geen zin heeft, nee. Wij hebben wel met de landelijke verkiezingen meegedaan. Ja, en als ze dan gezegd voor joh, je krijgt er 1.000 euro bij, dan weet ik wel dat dat niet doorgaat. Maar er worden zoveel dingen beloofd, hè. Alles zou omhoog gaan. Ja, het enige wat omhoog gaat, dat is gas en licht en alles. Want alles oude cijfers gebruikt, dan denk ik. Ja, jongens, die smoesjes, dat vind ik blazerderij, eerlijk gezegd. Ik ga niet stemmen. Ik hou mij verder niet bezig met politieke zaken. En dat vind ik allemaal best zoals het is. Ja. U bent geen zwevende kiezer? Nee, inderdaad. U heeft ook voor de waterschappen moeten stemmen. Is dat nou nog lastige materie? Ja, dat is lastige materie. Het is lastig om je een beeld te vormen. A, wie de mensen zijn. B, wat ze doen. En dan kijk ik een beetje naar welke politieke kleur het toch is.
En niet zozeer wat voor rol ze hebben in het bestuur van het waterschap. Ja. U heeft net gestemd. Was het een moeilijke keuze voor u? Nee. U heeft ook voor de waterschappen moeten stemmen. Is dat nou nog ingewikkeld? Ik begrijp niet wat er inhoudt. Ik doe ze alle twee, maar waterschap en dan nog iets. Maar ik doe ze wel alle twee. Maar gewoon wat ik altijd... daar ben ik gewoon. Daar ben ik zo oud voor geworden, KPN. Ja, u bent geen zwevende kiezer. U weet wat u moet stemmen. Ja, maar gewoon mijn oude... Wat u altijd stemt. Ja.